Even vlot goed nieuws uit het Midden-Oosten. Maradona heeft zijn tweede wedstrijd gewonnen. Hè? Heb je het meegekregen? Ja, ik kijk daarnaar, ja. Dat hou je ook bij, hè? Nee, maar daar ben ik geweest. Tegen dat eiland van de Haan. Daar was ik voor dat mannetje. Al was op. Dat was jouw club? Daar ben ik geweest. En daar ben jij voor weggestuurd voor die man? Ja, voor deze man, ja. Echt waar? Ja. Nou, dan moet je wel zorgen maken, Jan. Want ik bedoel, heb je hem van de week weer zien misdragen? Heb je dat gezien? Met het publiek? Hier, even kijken. Er staat een man achter, die doet even zijn ding omhoog. Hé, hey, Maradona zegt, hey, doe even normaal. Laat even los. Doet die man het nog een keer? Ja, daar is hij echt wel klaar mee. Nou, is het echt afgelopen. Hier, hop, wegwezen. Ja, dat gaat toch allemaal nergens meer over dit, Jan? Ja. Deed jij dat soort dingen daar ook? Ben je daarop weggestuurd? Nee, dat moet je geen twee keer doen daar, denk ik. Nee, dat lijkt mij ook niet. Nee, dat is echt niet. Dat moet hij echt geen twee keer doen. Normaal gesproken hakken ze die handen eraf als ze gestolen wordt, maar hij schopt ze eraf, zegt. Dat is, Ja, maar iedere keer als ik een filmpje van die man zie, dan misdraagt hij zich. Het is toch structureel? Dat doe je toch niet? Hij had ook waterpijp zitten lopen deze week, hoor. Als je naar Dubai Sport kijkt, dan weet je niet... Dubai Sport, ja, gaan hoor. Net is afgelopen, Jan. Nee, maar als je de zender van die sheik van Al-Wassel... Ja, elk uur zie je die grote erop op het moment. Ja, dat is niet te geloven. En daar zit je echt naar te kijken ook, naar dat soort dingen? Ja, daar staat die televisie aan. Dan doet die televisie wel uit. Nee, dat begrijp ik ook natuurlijk. Maar je kan hem uitzetten. Wat is dat voor een mannetje? Ja, maar er is wel eens een avond dat ik niet naar Dubai Sport kijk. Nee, maar als je gewoon tussen... Kijk, ik zal je het proberen uit te leggen. Donderdag en vrijdag spelen ze competitie in die landen. Omdat het daar dan voor ons zaterdag zondag is. Nou, dan kijk ik naar Dubai Sport, als er dat voetbal is. Nou zie je Maradona Al-Wassel. Dat is normaal. Ja. Het is 3 uur verschil, dus dan kan je alle partijtjes zien. Ja. Dan kun je 2 partijtjes zien. Nou, verstaat er wel een fluit van. Ik zit ook wel eens thuis, Jan, tegen mijn vrouw. Ik ga even Dubai Sport kijken. Ja, ik ben even een paar uurtjes tussenuit. Dat snap ik heel goed. www.rtlvoetbal.nl als je nog vragen heeft voor de heer aan tafel. Mocht ik... Nou, krijg buiten beeld krijg je iemand een ongelofelijke klet. Hij zit hier dadelijk. Maar waarom gaf je hem nou een klets dan? Ja, dat ik jou niet bij kon. Mocht ik er nou zo meteen niet meer zitten, dames en heren, dan weten we wat daar de reden van is. Dan zitten mijn ballen in mijn keel. En we gaan zo meteen verder praten met Jan Boskamp, Johan Derksen en Ivan van Duren. Tot zo na de reclame. We'll be right back.